De eerste kans van de wedstrijd op een bijveld in Antalya is voor de Engelsen en komt vanaf de rechterkant. In het midden staat zometeen Scully helemaal vrij en hij zet Wigan Athletic op voorsprong. Jurgen Streppel had een basisplek ingeruimd voor Florian Maier, de Duitser die na een knieblessure op jacht is naar een nieuwe overeenkomst. En Roda deed wat terug, voetbalde in het eerste deel van de wedstrijd heel aardig met Daneels en de kaats van Vossenbelt en het schot uiteindelijk van Dylan Vente. Het levert een hoekschop op, die wordt genomen door Daneels. En dan gaat Vossenbelt in het midden tegen de grond en de scheidsrechter vindt dat een strafschop. Topscorer Dylan Vente achter de bal en hij doet het in twee keer, maar brengt Roda wel op gelijke hoogte. Dit is Colo Touré, de trainer van Wigan, die tijdens het trainingskamp is ingevlogen omdat James Beattie werd ontslagen. En hij moet zijn nieuwe ploeg coachen, de nummer 22 van de Championship, het tweede niveau in Engeland. Maar Roda heeft het initiatief met Daneels. Handige actie, fraaie treffer en de voorsprong voor de ploeg uit Kerkrade. De wedstrijd duurde 4 keer 30 minuten. Dat betekent dat bijna alle spelers in actie kwamen. En dat Rodi de Boer bijvoorbeeld speelminuten kreeg in het doel van Roda. En hier goed wegkomt als Hughes de bal op de paal komt. Het blijft dus 2-1 voor Roda. De lampen gaan aan, het wordt donker. En Roda komt verder onder druk. En komt goed weg als de Boer mis zit. Maar Van der Pavert de bal van de lijn haalt. In het slotoffensief van de Engelsen is dit Broadhead. Met Van der Pavert voor zich. En het schot op de lat. Roda wint wel met 2-1 van Wigan Athletic.